Hallo, welkom bij Vlogboek, met daarin de volgende boeken. P.F. Thomas De Onderwaterswemmer, Thomas Heerma van Vos, De Derde Persoon en Robert van Eyde, Boek 256 Bladzijdes. Lezers van boeken hebben rare gewoontes. Als je een boek leest van een schrijver van wie je al iets eerder hebt gelezen, dan ga je die boeken met elkaar vergelijken. Het is nergens voor nodig, het heeft geen nut. De boeken worden er niet beter of slechter van en toch zit ergens de drang om te vergelijken. En bij de meeste schrijvers valt dan op dat de boeken dezelfde thematiek bevatten en dat de stijl vergelijkbaar is. Sommige schrijvers zal de eentonigheid van een oeuvre een worst zijn, maar P.F. Thomas pakt dat heel anders aan. Hij probeert duidelijk verschillende soorten boeken te schrijven met andersoortige stijl en toon. Denk nog even aan de humoristische J. Kessels de novel uit vlogboek 16, waarin snackbar voedsel een grote rol speelt. Onlangs verscheen een nieuwe roman, De onderwaterzwemmer. Geen slapstick, geen snackbar, geen hilariteit, maar serieuze thematiek. Het verhaal is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel, dat zich in 1944 afspeelt, slaat direct het no-glot toe. Hoofdpersoon Tin probeert ten tijde van de Tweede Wereldoorlog samen met zijn vader 's nachts een rivier over te zwemmen. Als Tin aan de overkant is, is zijn vader nergens meer te bekennen en zijn vader zal ook niet meer gevonden worden. Het tweede deel speelt zich 30 jaar later af en daarin gaat dezelfde Tin samen met zijn vrouw op zoek naar hun foster kindje, een albino in een woest en vijandig Afrikaans land. Daar komt Tins trauma zijn verloren vader weer heel dichtbij. Tomeze is er een meester in om wit en zwart met elkaar te laten botsen tegen de achtergrond van goede bedoelingen, koloniaal sentiment en wederzijds bedrog. Tomeze speelt in de vol voluit op de emoties, op een manier die je normaal gesproken eerder in een commerciële fictie zou verwachten. De meester is iemand die mooie zinnen kan schrijven en tegelijkertijd voelt het tweede deel als een echte page-turner. De mooiste literaire ervaring van het boek vind ik het gemak waarmee je de dood van een personage ervaart die plotseling is verdwenen. Maar als een personage verdwijnt en weer terugkomt, en nu word ik een beetje cryptisch, en dan vervolgens komt te overlijden, dan doet het je ineens wel wat, terwijl het resultaat hetzelfde is. Een personage is er niet meer. Ik ben wellicht wat cryptisch over dit boek met een gemiddeld leesniveau en dat is omdat, net als bij een thriller, een niet zo leuk lezen is als de plot al is weggegeven. Bij tenminste wordt het aangevuld met een gevoel. Een personage dat veel denkt, maar weinig doet. En zich daardoor zowel slachtoffer als dader voelt. Ik ben hier niet heen gereisd voor verhalen. Ik wil Gent verkennen. Of nee, ik wil Gent helemaal niet verkennen. Ik wil rondlopen. In een onbekende stad. De derde persoon is een verhalenbundel van Thomas Heerma van Vos met daarin zeven korte verhalen. Het overkoepelende thema van deze verhalen is dat er steeds een derde persoon is, een observator, een buitenstaander. Eigenlijk net als een lezer die een observator is van een verhaal. Het kort bespreken van een verhalenbundel is lastig, want ja, ga je alle verhalen bespreken of kies je alleen de leukste of de opvallendste uit? Laat ik beginnen met het leesniveau. Herman van Vos heeft makkelijk leesbare verhalen geschreven. Hij schrijft soms wat analytisch, waardoor de personages wat afstandelijk zijn. Om terug te komen op het hoofdthema van De Buitenstaander is het eerste verhaal, De Massagesalon, wellicht een goed voorbeeld. Hierin volgen we een student die tegenover een massagesalon woont en gluurt naar de mannen die daar naar binnen gaan. Ah, dan loopt er loopt weer iemand naar binnen. Wat zou die doen? Tijdens het gluren schrijft en verzint hij verhalen bij de mensen die naar binnen gaan. Kortom, in dit verhaal staat de fantasie centraal met een dubbele bodem. Je kijkt als lezer naar een verzonnen personage, dat naar mensen kijkt als waren ze verzonnen personages. Is het nog te volgen? In een ander verhaal volgen we Egbert, wiens zoon een scriptie heeft geschreven over familiedrama's. En de crux is dat de zoon hun eigen gezin centraal heeft gezet, want zijn vader Egbert was er nooit. Egbert wordt uitgenodigd met zijn zoon voor een soort DWD-achtig programma, waarin hij wordt weggezet als een slechte en afwezige vader. Pijnlijk voor Egbert, die maar nauwelijks in verzet komt en alleen maar trots is op zijn zoon. Andere verhalen gaan over stukgelopen gelopen relaties, over jaloersheid binnen een huwelijk. Nog een verhaal over de slechte relatie tussen een vader en een zoon, waarbij de vader in coma ligt. En een verhaal over een man die werkt in een Amerikaanse gevangenis en daar gevangenen naar de doodstraf begeleidt. en dan s'avonds zijn eigen kinderen weer naar bed moet brengen. Alright. Get an old electrode. In de derde persoon komt het schurende ongemak in vele gedaanten. Met een prachtige, eenvoudige stijl trekt Herman van Vos je mee in schijnbaar simpele verhalen. Korte en makkelijk te lezen moderne verhalen over personages die blijven kijken en analyseren in de hoop de ander te kunnen ontdekken. In een notendop waar het lezen van verhalen in feite om gaat. Als je als schrijver een quote van Herman Brusselmans op de voorkant van je boek zet, kan dit maar één ding betekenen. Dit heeft de intentie een grappig boek te zijn. Het risico is dat de quote van Herman Brusselmans grappiger is dan het hele boek. Maar in het geval van boek 256 bladzijden van Robert van Eyde is dat gelukkig niet aan de orde. Van Eyde heeft een hoop sarcasme en cynisme, zo getuigt ook zijn muzikale alter ego Henk van Nazareth. Op een uitstekende locatie in de nabijheid van Utrecht gelegen, zeer luxe één gezinswoning met onderhoudsvriendelijke tuin met stenen berging. Gerenommeerd schrijver Cees Notenboom klaagde onlangs in de Volkskrant over de anekdotische boeken die door Nederlandse schrijvers worden geschreven. Zijn klacht is dat de verhalen vaak niet meer zijn dan een anekdote, een klein gebeurtenisje. Nou, boek, 256 bladzijden is het summum van deze vorm. Het exceleert in anekdotes. Ik persoon Robert van Eyde, een freelance tekstschrijver slash journalist, krijgt iemand van de woningbouw op bezoek. Zijn woning zal binnenkort worden verbouwd. Deze verteller is een apart type die niet tegen verandering kan en zijn leven ordent via schema's en structuren. Een behoorlijk autistische man die al in de stress schiet als hij hoort dat zijn favoriete pindekaas in de supermarkt uit het assortiment is gehaald. Het is dus een grappig boek waarbij de anekdotische vorm de humor ondersteunt. En nu is het verleidelijk om over zo'n grappig fragment te vertellen en dat jij dan denkt van nou, nee, dat vind ik niet zo grappig. En die kans is groot omdat je toch een beetje in het verhaal moet zitten om de humor die flauw kan zijn te snappen, maar omdat ik anders een boek te kort doe, toch een fragment. Hoe moest dat? Als de andere groeilampen in mijn huis het zouden gaan begeven, één voor één, zou ik dan de rest van mijn leven in een onaangenaam en fel licht moeten doorbrengen? Waarom zag ik op mijn flatscreen dagelijks de protestmarsen tegen diverse dictators voorbij komen, maar nooit een demonstratie tegen de invoering van spaarlampen? Op de website van de auteur kun je overigens het hele eerste hoofdstuk lezen, zodat je een beter beeld krijgt. Een boek met een makkelijk leesniveau over een autistische ik-persoon die de orde van zijn leven even moet laten gaan en daarvan zo ontregeld raakt dat de blinde paniek hem tot een onoverkomelijke daad stelt.